Breda Nu. Je weet het meteen. Afgelopen woensdag werd op RTL 4 het programma Als je me echt zou kennen uitgezonden. Met presentatrice Angela Schijf. In deze uitzending stonden de bewoners van Stichting Elisabeth centraal. Door middel van workshops, spellen en het bekende over de streep gaan, leerden zij elkaar beter kennen. Ze kwamen erachter dat ze meer met elkaar gemeen hebben dan verwacht. Het project dat is hier binnengekomen via de GGD eigenlijk al vorig jaar al. Hè. We zijn er al heel lang mee bezig geweest. Hè. En er is een screening natuurlijk ook geweest, want ze hadden mensen nodig. Hebben mij eerst gevraagd van zijn er mensen, kunnen we die gebruiken voor dat programma? Willen ze dat ook? Kennen ze het programma? Dus dan hebben we eerst met een hele groep, weet u nog mevrouw Van Bavel, hebben we een oude uitzending gezien. Het programma Over de Streep, dat is natuurlijk wel bekend. Het is gebruikt om scholieren begrip, hè, vooral begrip voor elkaar te kweken, pesterijen. En het leek RTL 4 nu een heel goed plan om dat dus met andere doelgroepen te doen. En daar zaten dus ook ouderen tussen. Heel mooi programma. Het heeft veel indruk mij gegeven. De mensen zijn ook tevreden, want sommige mensen die zijn blij dat ze een keer hebben kunnen spreken over hun verleden, wat ze anders nog nooit gedaan hebben. Ja, wat merkt u zo na de uitzending? Dat de mensen toch meer naar elkaar toe gaan. En het is de bedoeling dat er hier meer vrijwilligers komen om die mensen ook te bezoeken die op kamers zitten. En die niet naar beneden durven te gaan door een of andere handicap. Ja, we hebben hier natuurlijk dat ontmoetingsplein. Hè. Dat is eigenlijk een nieuw concept. Hè. We bieden elke dag verschillende verenigingen aan. Hè. Op maandag kunnen we gymmen. En we hebben de klassiek hebben we 's middags. En op dinsdagmorgen een culturele groep. En op dinsdagmiddag hebben we de Sjoel en de Spelletjesclub. Op woensdagmorgen het zangkoor. Woensdagmiddag bloemschikken. Dus daar kunnen we ook vrijwilligers bij gebruiken om te komen helpen? Ja, en misschien... Ja, als ze eenzaam zijn of dat ze een beetje naar buiten moeten om een rolstoel te duwen, zoiets. Mensen, kom en help ons. He, wij vinden het gezellig. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ja, als mensen denken van nou, ik wil dat wel komen doen bij Elisabeth Vrijwilligerswerk. Waar moeten ze zich dan melden? Nou, dat kunnen ze natuurlijk altijd via de receptie doen, maar we hebben hier een persoon die echt vrijwilligersbeleid runt, zeg maar. Dat is Sietske Poppen. Dus als je zoiets hebt van, nou, het lijkt me eens leuk om eens rond te kijken of ik feeling heb met de mensen, want dat is natuurlijk ook belangrijk, hè, dat je op je gemak voelt bij ouderen. En of bij een vereniging, misschien vind je schilderen leuk, misschien vind je dansen leuk. En zij kijkt dan samen met jou, Sietske dus, om of je dat inderdaad leuk vindt. Dan heb je een gesprek, je kunt een keertje meekijken. Ja, en dan is het een kwestie van ook werkelijk doen. Doen dus!